Leuk dat je kijkt naar het Huttenbouwjournaal, de dinsdag alweer. We gaan vandaag weer van alles doen en ook naar groot succes is de Babbelbox weer terug. We gaan beginnen! Het is vandaag warm weer, het is 30 graden en geen wind. En het gaat ook niet regenen. Het is een hele leuke huttenbouw in editie 2022. Ik ben er net bijgehaald door McDonald's Alphen. Ze vonden dit eitje niet groot genoeg, joh. Dus zou je deze even nog vasthouden? Ja, natuurlijk. Nou, wat is de uitdaging? De uitdaging? Ja, je moet de onderhang, hè? Zoals ieder jaar. Hij moest leeg. Nou, dat ga je niet redden. Ja, dat hoop ik niet, nee. Nee, dat ga je niet redden. Ik heb net gedoucht, dus zullen we het dan maar doen. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb er nou wel een mooi torentje gemaakt. Hey, wat is het? Welkom bij de moppetapper van het Huttenbouwjournaal. Waarom heeft de buschauffeur altijd kranten naast zich liggen? Om door de bochten heen te scheuren. Wat is rood en stuitert op en neer? Een tomaat in de lift. Het is het toppunt van lef hebben. Een steentje door de ruit van de politieauto gooien en vragen of je hem terug mag. Wat is groen en gaat van de bergen? Geen idee? Een skiwi. Waarom kan de kerstman geen kinderen krijgen? Is het te koud of zo? Nee. Zijn ballen hangen in de boom. Er zijn zo'n 350 kinderen aanwezig hier bij de Huttenbouw en wij gaan op zoek naar de populairste kindernamen. Hoe heet jij? Jaad. Ik heet Thee. Mente. Alika. Carlijn. Muriel. Celeste. Siem. Bas. Jesse. Gijs. Daan. Faber. Jens. Ik ben Stan. James. Demi. Arda. Mats. Oliver. Timo. Yveske. Evie. Feline. Hildo. Tijn. Niek. Mats. Falco. Imme. Puk. Lars. De beste plek om erachter te komen wat de populairste kindernamen zijn, is natuurlijk bij de administratie. En dan kom ik uit bij Iris. Nou, ik heb het even uitgezocht. Het waren een paar namen, dus ik doe het even niet uit mijn hoofd. Maar we hebben de meeste namen bij de jongens. Zijn Thijs, hebben we er 6. Van Mats, hebben we er 6. En van Luc hebben we er 6. En de meiden, hebben we Feline, hebben we 3 keer. Dat zijn de meeste namen die wij op dit mooie terrein hebben rondlopen. Weten we dat ook weer? Kleine ritjes. Houten hutten. Je kunt ze bouwen met spijkers, maar ook met schroeven. En je hebt eventueel de keuze om er een zeil op te doen. De Babbelbox bouwt graag op uw opinie en vraagt: hoe bouwt u uw hut? Ja, het gaat me best wel goed. Alleen het nadeel is dat we mogelijk de kleed verkeerd om hebben gedaan. De kleine hebben juist groter voor waar nu eigenlijk de grote ligt. Nou, gaat ook heel goed. En we hebben gisteren het dak
We hebben vandaag het dak veranderd. Heel erg goed. En we zijn er heel blij mee, maar we zijn wel al klaar. We hebben een extra lente bijgemaakt. Het uitgebreide. En we hebben vlaggen. Nee, dat is van weer. We hebben ook het raam eentje dicht gemaakt. En we hebben een tent ervan gemaakt. Een tentdak. Nou, we hebben een prima slaapplek. Waterdicht. En supergoed. En dus de grote hebben we dan nodig waar dus nu de kleine zit. Dat is het probleem. Het gaat wel goed. We hebben nu de eerste verdieping en de tweede verdieping al af. Dus het gaat wel goed, vind ik. Nou, het gaat wel goed. Maar er vallen nog een paar dingen. Het gaat eigenlijk zo piep. En als dat gebeurt, ja, dan denken we, poep. Is niet zo fijn. En we hebben ook heel veel hulp. Want er zijn 3 ouderen bij die ons heel goed helpen. En we hebben genoeg hout en genoeg pallets. En we zijn nu een beetje klaar en dan gaan we morgen versieren. Nou, met mijn hut gaat het ook niet zo ontzettend goed. Want onze hut is iets te klein. En dat is het. En het is vandaag wel leuk, want we kregen van McDonald's ijsjes. De koop! En het zijn de lekkerste ijsjes ter wereld. Nou, eigenlijk gaat het wel goed met onze hut. Maar er gaan nu wel wat dingetjes mis. Het is niet echt goed met mijn hut. Maar we lopen nu een beetje bij anderen te kijken hoe het bij hun gaat. En dan vragen we of we wat mogen. En nu ben ik met hem. Ik zit niet met hem in de hut, maar het is wel leuk. En dan lopen we gewoon een paar rondjes om te vragen of we in iemands hut mogen kijken. Voor ideeën. Het interieur ziet er wel heel mooi uit. En van de buitenkant is het ook mooi dicht. Dus ik ben er tevreden over. Bij mij gaat het ook goed. Ik ga ook bij andere hutten vragen of er spullen zijn. En het gaat wel goed. Dit was de Babbelbox van vandaag. Tot morgen. Dit was alweer de tweede dag van het Huttenbouwjournaal. We hebben getimmerd, we hebben gezaagd, we hebben een lekker ijsje op en het was prachtig weer. Morgen zijn we er weer met de spelletjesdag. Tot morgen! Hey!